Na de officiële opening op 4 april door koningin Beatrix kon dan eindelijk na 6 jaar voorbereiding op 5 april de eerste bezoeker aan Floriade 2012 worden ontvangen. De gelukkige was Margaret Wilkes uit Engeland, die al een half uur voor het opengaan van de deuren klaar stond. Ze werd door algemeen directeur Paul Beck van de Floriade verwelkomd met een prachtige bos bloemen. So welcome to the Floriade 2012. You're our first visitor. What's your first impression? Fantastic place. It looks marvellous, and what we saw yesterday was absolutely wonderful, and no doubt today will it be even better. We are looking forward to it. Okay, and how long you will stay here? We will stay here till about 5:30 tonight, and then we return to England tomorrow. Wat vond u van de Floriade vandaag? Nou, ik vond het geweldig, ja. Het is alleen een beetje erg koud. Ja, prachtig. Alleen het is een beetje koud. Dat is jammer, maar het is schitterend. I thought it was very, very interesting, yes. Did you enjoy it? Very much so, yes. A bit cold, but other than that it was very enjoyable. Ja, ik ben maar een heel klein beetje rond geweest, dus maar een heel klein stukje. Maar het ziet er best leuk uit. Beter als zaterdag.